Misha Bredewolde, dag 2 als leider, of toch anderhalve dag als leider tot nu toe. Vanmiddag hebben we nog een tijdrit. Hoe verliep deze morgen? Het was best wel een hectische wedstrijd. Tempo lag echt hoog, zeker voor ons doen, flink boven de 40. We hebben echt alle ballen op de sprint gegooid voor Amber. Het treintje ging heel erg goed, maar ja, als er zo'n chaotische wedstrijd, dan gebeurt er zoveel, zo'n grote valpartij. Ja, dan raak je elkaar soms gewoon kwijt en dan is het even roeien met de riemen die je hebt. En dat was vandaag niet genoeg voor winst, dus dat is wel echt jammer. Daar gingen we wel echt voor, maar soms loopt het zo. Dus in ieder geval ben ik heel blij dat ik nog een etappe in het blauwe truitje mag rijden. En dan nu een individuele tijdrit. 7,6 kilometer is iets korter dan gepland. Speelt dat in jouw voordeel? Dat weet ik nog niet zo goed. Dat ligt een beetje aan de benen die ik heb. Ik voel me best wel goed, dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik ga echt alles geven wat ik heb. En om het hopelijk blauw, maar in ieder geval wit te houden. Dat is echt mijn doel. Ja. Zeer veel succes alvast. Dankjewel.